Ik stak de sleutel die meneer Zwaardvis me gegeven had in het slot. De deur klemde, daar had hij al voor gewaarschuwd. Uiteraard had ik niet om een sleutel gevraagd. Of de klant die meegaf, was een kwestie van vertrouwen. Zwaardvis had erop aangedrongen, want als hij eerst zijn bed uit moest om mij binnen te laten, voelde het toch als bezoek. Bezoek kreeg hij genoeg, zei hij defensief. Hij had juist behoefte aan iemand die zijn huis binnenliep. Even vanzelfsprekend als zijn vrouw vroeger, voor ze in het verpleegtehuis opgenomen werd. Of nog veel langer geleden, de kinderen. Ik ben het, riep ik. Nettie. Een verdieping hoger klonk gestommel. Zwaardvis lag kennelijk nog niet in bed. Beginnersfout. Mijn horloge liep voor. Op de klok boven het handschoenenkastje was het pas 8:08. Vrouw 59, moederlijk voorkomen, brede heupen, prettige stem, komt u voor het slapen gaan instoppen en voorlezen. Discretie verzekerd, beslist geen seksuele bedoelingen. En die laatste regel, dat kort ze allemaal af, want anders wordt de advertentie te duur. En dit boek gaat erover wat ze meemaakt bij al die verschillende klanten in de stad. En ook wat ze voorleest. Soms zelfs hele verhalen die ze voorleest staan in het boek.